Je kijkt nu anders en je weet hoe je je iPad beter kunt gebruiken. Een expositie in verzorgingshuis de Ridderborg met foto's van mensen die hebben leren fotograferen met een tablet. De fotograaf die de cursus gaf is Mark Iserin. Het is een hele leuke doelgroep. Fotograferen met tablets dwingt je eigenlijk om al heel goed te kijken. Heel goed naar licht en de details te kijken. En dus niet te concentreren op de techniek. Ik ben Ferry Tamboer. Ik heb deze foto gemaakt. Het lijkt een bloem en een vaas. En het is geen bloem en het is geen vaas. Het is een kunstbloem en een rol papier. De suggestie is gewekt en dit is het dan geworden. Ja, erg tevreden, erg mooi. Ik ben Anastasia. En ik ben Arend van Hoed. Heel veel geleerd, maar dat komt omdat ik natuurlijk in de techniek heel veel heb gedaan, altijd. Dus dat kunstzinnige, dat was een beetje weg, zullen we maar zeggen, helemaal weg. En Mark leert je dan kijken naar voorwerpen, ook hoe de lichtval is. Hoe de omgeving is, want als wij dan op zo'n middag kwamen, dan was hij al een uurtje bezig geweest om te verduisteren, om de lichtval te kunnen vangen als die komt. Dat soort dingen. Ik fotografeer al heel mijn leven, maar hier heb ik nog steeds wat geleerd. Kritisch kijken naar je eigen foto's. Alle fouten eruit halen, heel veel foto's bekijken. Ben je tevreden over het resultaat? Sommige foto's kunnen scherper, eerlijkheid gebieden te zeggen. Maar het gaat vooral om het anders leren kijken en gewoon thuis ook weer verder te kunnen gaan. En vooral het plezier erin, fotografie, dat is het belangrijkste.